Vandaag in Ching Ching. Annemie Ramakers in Antwerpen voor een bezoek aan de set van theaterstuk Amadeus. Met in de hoofdrollen Jelle Kleijmans en Peter van de Velde. Peter, het is ver gekomen. Ik sta hier met naald en draad om jou te redden. Wat is er gebeurd? De jas van Salieri moet gehecht worden, genaaid worden. Ja, het is gelost. Prachtige kostuums, getalkte pruiken en hemelse muziek. Daar staat Amadeus voor. Het theaterstuk dat sinds kort in het Fakkeltheater in Antwerpen loopt. Met in de hoofdrollen Jelle Kleijmans en Peter van de Velde. Hoe gaat het er backstage aan toe? Wel, dat ontdekken jullie vandaag. En hier is dan Peter van de Velde. Goedemiddag. Het is een zonnige middag buiten. Je staat natuurlijk de hele dag binnen. Beetje zonde. Ik heb gisteren in de tuin gewerkt, dus dat is al goed. Hè? Ik heb gisteren mijn zon gehad. En nu, ja, dat is niet zonde, nee, want dat is ons vak een beetje. Hè? Ja. Maar ik vind het toch wel leuk om theater te kunnen spelen. En zeker in zo'n kleine zaal. Amai. Ik ben dat niet meer gewend, na al die jaren Piet Piraat en al die grote zalen bij Studio 100. Dus nu heb ik dat terug, zo dat gevoel van destijds, toen ik in het amateurcircuit nog ronddwaalde als jonge tiener en twintiger. En dat is fantastisch. Ik vind dat allemaal terug plezant. En ik heb het tegen Bruno ook gezegd. Zeg, dat is toch zalig dat je iedereen bijna voelt. Ademen, hoort ademen. En je ziet ook iedereen zitten. Dus dat is heel tof om te doen. Zeg, wat neem je allemaal mee? Mag ik eens kijken waar je zo... Wel, ik heb mijn hemd meegebracht. Dat heb ik dan gewassen thuis. Dat doe je zelf? Ja. Ik vind dat... Ja, dat doen we zelf. Hè. We zijn maar een klein bescheiden gezelschapje. Mm-hmm. Dus iedereen die dat wil... Ik zweet zo hard dat ik dat toch wel iedere dag moet wassen. Ja, toch wel. Maar ik heb nog een reservehemd laten maken. Hier, dit. Mijn reserve. Hè? En strijken doe je niet, hè? Dit zie je niet, hè, want ik heb nog een gilet aan en nog een jas, dus je ziet dat eigenlijk niet. Nu weet ik niet waar mijn gilet hangt, want die hangt hier niet bij. Dat is spannend. Ah, hier, voilà. Dus je ziet er niks. En dat is mijn tweede hemd. Heb ik nog niet gespeeld. Nu ga ik dat straks toch eens passen, want ik vind de mouwen nogal lang. Ik denk dat lijkt zo groot, ja. Dat ze te lang zijn, ja. Maar goed, we gaan zien. Hè. Jij hebt wel een moeilijke rol, hè? Ja, veel. Ja, moeilijk. Ja, veel. Hè, ja. Ik heb er 3 maanden heel hard aan gestudeerd. En is dat dan echt de opsluiten en niemand mag je storen? Je kan er buiten ook niets meer doen? Nee. Want ik deed toen nog Piet Piraat en zo. Hè, en al die dingen erbij. Nee, dat is gewoon uw vrije dag. Of uw vrije momenten ben je met die tekst bezig. Dus iedere dag enkele uurtjes. Of tot 's nachts. Als je in een dag moet werken, pak je dat 's avonds vast. Of 's nachts. En ja, dan... Na 3 maanden bezit je die tekst en dan kan je beginnen repeteren. En dat hebben we dan in 3 weken. 3 weken hebben we dit samen gerepeteerd en in elkaar gestoken. Dan moet je de tekst kennen, want anders ben je verloren. Aangezien jij zo ongeveer 10 keer meer, of zeg ik 100 keer meer vertelt dan Jan Scheeps, krijg je dan ook 100 keer meer betaald dan Jan? Ik weet natuurlijk niet waar Jan betaald wordt, maar ik ben content met mijn loon. Dat is toch niet evenredig verdeeld, mag ik hopen? ik zou denken van wel, want we zijn toch allemaal maar... Ja, ik bedoel, we maken dat stuk samen. Het is niet omdat ik de hoofdrol heb dat ik meer moet hebben dan een ander. Je hebt er wel 3 maanden voor thuis gezeten. Jan heeft dat misschien om 2 uur gedaan. Ja, dat is de consequentie die je dan hebt met deze tekst of met deze rol. Maar ik wou die rol heel graag ooit eens spelen. En toen Bruno mij belde, heb ik onmiddellijk ja gezegd. Ik heb ook niet moeilijk gedaan over loon of zo. Ik ben daar ook niet mee bezig. Ik wil gewoon mij amuseren. En ik vind dit een tof gezelschap en een toffe ploeg. En ik kon het combineren met mijn agenda. Dus ik vond dat fantastisch om te doen. Ja. Wat heb je allemaal meegenomen, Jan? Het lijkt zo'n gigantische rugzak. Water is belangrijk. Zeker op een hete dag als vandaag. Wat heb ik mee? Gewoon allerlei zalfjes. Voor, tegen? Tegen huiduitslag en ouder worden. Het helpt niet, ziet ook. Maar... Oh, zeg. Maar kijk, lippenbalsem heb ik ook mee. Muntjes voor slechte adem. Ja, belangrijk, zeer belangrijk. Moet je iemand zoenen in het stuk? Nee, jammer genoeg niet. Dat is lang geleden. Meestal moet ik eigenlijk altijd wel iemand zoenen in een stuk. Ik heb natuurlijk de onontbeerlijke iPad mee.
Dat is om de tijd te... Nee, dat staat mijn script in. Ik ken mijn woordjes eigenlijk nog niet helemaal. Dus nog niet helemaal? Vlak voor ik opga, kijk ik nog heel even welke woordjes ik nu precies weer moet zeggen. Mindfulness voor kinderen is dan voor Mathies. Dat ben ik aan het lezen, Mindfulness voor kinderen. Daar is er nog een beetje klein voor. Wow, dit is hem ondertussen? 3 weken. Ja, ja, ja. Dat is dus nog 6 keer per nacht wakker. Wel, ik zou het zelfs niet een aantal keer per nacht uitdrukken. Hij is gewoon veel wakker s'nachts. Ja, ik heb vannacht van 1 uur tot 3:30 met hem rondgelopen. Oh. Ja, inderdaad. Toch geen hel, baby? Ik hoop van niet, maar het begint er wel op te lijken. Dus we gaan het oplossen. Dit is mijn agenda. Oh, en de familie is er toch bij, hè? De familie staat erbij, nog niet compleet natuurlijk. Maar goed, we zijn nog aan het twijfelen dat we Mathies gaan houden natuurlijk, dat begrijpt wel. Nee. Kun je zoiets teruggeven of niet? Ik wil het wel hebben, hoor. Ja, hij is heel schattig, dat is waar. Voilà, dat is het zo. De tekeningen van de dochters, nee? Nee. Maar dan moet ik nog eens lezen. De geboortedag van Mathies. En daar dan een hele soort horoscopische beschrijving van hoe hij is. Maar ja, ik weet hoe hij is, hè. Ja. En hij is? Ja, heil baby, hè. Ja. Maar je hebt veel te veel materiaal bij je. Ik heb ook veel tijd. Ik heb eigenlijk niet zoveel te doen in dit stuk, dus dat is wel fijn. Dat is ook wel eens fijn, maar dat impliceert dat ik inderdaad veel kan lezen en veel kan andere dingen doen, nadenken over het leven. En een beetje bijslapen, denk ik dan. Ik ga jou wel even met rust laten. Een beetje mediteren zo. Ja, goed plan, dank u. Jij sluit je dan wel op hier op het toilet en in de badkamer. Ik moet wel. Maar we horen jou gewoon tot beneden. Kom misschien even mee naar hier. Ja. Ja, dit is mijn inzingruimte, hè. Ja. En dan moet je echt helemaal afzijdig houden. Ja, nee, maar het is dat de anderen nog kunnen discussiëren onderling, hè. Want als ik daar zit in te zingen, dan gaat dat niet meer. En hoe lang moet je daarover doen om op te warmen? 20 minuutjes. Maar ja. Ik heb thuis al wat opgewarmd en dan hier en dan net voordat ik opga. Ja. Zeg, onze kijkers thuis zullen het horen. Deze dame heeft een Limburgse tongval. Van waar ben je? Ja, ik ben van Bree afkomstig. En heel fier om van Bree afkomstig te zijn. En ik woon momenteel niet meer in Limburg, maar ik mis het wel. Ja? Ja. Zeg, hoe kom jij hier in een theatergezelschap? Het is eigenlijk zo, ik heb verschillende jaren in Aldenbiezen gezongen bij de Zomeropera. En vorig jaar heb ik met regisseur Brune van Heijstraat de Lustige Weduwe gezongen. En ik vroeg hem regelmatig hoe het was om enkel met acteurs te werken. En toen zei hij dat hij dit jaar Amadeus deed. En ik was vrij in deze periode. En ik vond het heel fijn om eens die uitdaging aan te gaan. Om enkel met acteurs samen te werken. En om te zien hoe dat zij hun rollen ontwikkelen. Zonder dat er muziek bij komt. En dus zo ben ik hier terechtgekomen. Zeg, kende jij alle stukken al? Of heb je dat echt moeten instuderen? Nee, de meeste stukken kende ik wel, ja. Ja, natuurlijk moet ik er altijd op studeren. Want ik ben momenteel eigenlijk bezig met een Wagnerrol in Duitsland, De Vliegende Hollander, Zenta. En dat is wel een ander stemgebruik dan Mozart zingen, dus ik moet me daar wel een beetje op voorbereiden, dat wel. Alles speelt zich af in Wenen. Het begint in 1781, het tijdperk van de verlichting. Ik ben 31 en al een vruchtbare componist aan het Habsburgse Hof. Ik bezat een fatsoenlijk huis en een fatsoenlijke vrouw, Theresa. Ik mis maar 1 eigenschap in haar, vuur. Maar daarvoor had ik gelukkig een leven. En hier is dan de andere hoofdrolspeler, Jelle Kleijmans. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben mijn micro aan het in orde maken. Dus ik heb net mijn zin erop gezet. En nu ombinden en plakken. Dat is de bedoeling. En er is veel werk, hè? Want uiteindelijk moet je er zo gaan uitzien, geloof ik. Dit is de bedoeling. Nee, dit is de bedoeling. Want dit was de pruik van... Dus dit was de pruik voor de fotoshoot. Maar dan, dat is altijd zo... Een jaar of anderhalf jaar op voorhand. Dus dan weet je nog niet per se wat je wil gaan doen. Mm-hmm. Dus zo wordt het. Alright. Schoon, hè. En zit dat goed? Ik ben blij dat ik dat maar 2 uur moet opzetten. Is het waar? Echt, dat stoomt. Mijn haar stoomt ook als die eraf gaat. Dat stinkt dus ook al? Ja, ik denk dat wel. Moet iets raken? Nee. Jawel, kom. En hoe vaak heb je het al gedragen? Nog maar een paar keer. En hoeveel keer moet dat nog mee? Denk een 5-tal keer. Allee, kom. Oh, valt nog reuze mee. Ja, het valt nog mee. Maar dat kriebelt, dus dat is vervelend. Ja, dat kriebelt. Maar het rare is, als je aan het spelen bent, op toneel, dan merk je dat niet. Dan zit je concentratie er helemaal nu. Dan heb je daar totaal geen last van. Maar dan kom je af en dan jeukt het en kriebelt het. Ja.
Ja, jij bent bang. Je bent zo bang dat je in je broek gaat kakken. Het gaat hier allemaal op de grond komen te liggen. Allemaal hopen stinkende dampende stront op de vloer. Ja, dat is goed. De korte blij van jij, hè. Die mannen van TV Limburg, die denken, wat een raar stuk is dat, zeg. Ja, niet zo. Jouw mama was heel erg verbaasd op de première, zei ze. Ze was blij jou in deze rol te zien, omdat ze ons een beetje anders is dan anders. Snap je wat ze daarmee bedoelt? Zeker, dat heb ik zelf ook. Meestal mag ik zo de held spelen, of de jonge socialist met heel veel idealen. Dat is leuk, maar dat ligt heel dicht tegen jezelf. En nu zit je met een vloekende ADHD'er die nooit stil zit, een beetje kind is gebleven. Maar langs de andere kant een geniaal componist, een geniaal muzikant. En dat contradictorisch, dat is heel fijn om gestalte te geven. Maar dat heb ik nog nooit mogen doen en nog nooit kunnen doen. En nu is dat iets helemaal anders dan wat mensen van mij gewend zijn. En ik denk dat mijn moeder het vooral daarop doelt. Nu ja, hij was hyperkinetisch. Jij bent dat helemaal niet? Ik ben ook wel aan de drukke kant. Maar hyperkinetisch is veel gezegd. Maar gelukkig, nu Peter van der Velden meedoet, ben ik niet meer de drukste. Dus dat is heb je? Nu is hij super kalm, super kalm. We zijn nu een paar minuten voor de voorstelling. Hè? Wat doet u dan nog allemaal? Mij verder afwerken, dat ik onherkenbaar ben en baron von Swieten word. Nog veel gebeuren? Pruik moet nog op, jas aantrekken en dan is het eigenlijk ver gedaan. De make-up doen jullie allemaal zelf? Is dat iets dat u heeft moeten leren? Niet voor deze productie. Ik heb dat nog gekregen in opleiding. Dus wij kregen make-up lessen tijdens de opleiding. Vind je het jammer dat het een kleinschalige productie is? En ook in een kleiner theater? Want eigenlijk had dit evenzeer en best wel gemoeten in de Stad Schouwburg. Het had mooi geweest. Als we daar het geld voor hadden, hadden we dat zeker gedaan. Maar dat is een beetje het probleem van niet gesubsidieerd theater. Je bent afhankelijk van de inkomsten. Is dat iets dat u kwaad maakt? Kwaad niet, want dat is zo kwaad worden omdat het regent, hè. Het regent, dus ja, bon, dan gaan we zien dat we daar het beste van maken. En dat is hier ook het geval. Het is spijtig natuurlijk dat die grote gezelschappen die vroeger bestonden, dat die allemaal verdwenen zijn. En dat het is een beetje raar natuurlijk. Langs de ene kant zijn de subsidies ongelooflijk opgetrokken, maar dat wordt opgeslorpt door van alles en nog wat niet direct zich uit op de scène. En de grote gezelschappen zijn weg, dus het zijn allemaal kleine gezelschappen, waaronder een aantal die proberen te overleven door stukken te brengen waar het publiek komt naar kijken. Waarom was dit een stuk voor u? Ik vind het sowieso een heel mooi stuk. Het is een fantastische problematiek van een man die tot de ontdekking komt van ik ben maar middelmatig. En de man die zoveel beter is, die echt geniaal is, blijkt privé een ongelooflijke itter te zijn eigenlijk. En dat je denkt van ja, je zult dat maar meemaken. En ik denk dat iedereen het eigenlijk toch wel ook meemaakt. Ook als acteur, dat je soms denkt, het is eigenlijk geen goede collega. Maar ja, als hem de schuif opentrekt en hij vliegt erin, dan is het spurt er om hem bij te houden. Dus, en ik denk dat het niet alleen in dit vak is, maar ook in andere vakken, dat je tot die ontdekking komt. Peter, het is ver gekomen. Ik sta hier met naald en draad om jou te redden. Wat is er gebeurd? De jas van Salieri moet gehecht worden. Genaaid worden. Ja, het is gelost. Ik weet niet hoe dat komt. Hier, die moet hier vastzitten. Kan je ergens blijven achterhaken? Ik vermoed van niet, maar ik zou niet verwachten. Het is altijd spannend natuurlijk. Altijd zo. Nu zie ik zelfs dat hier ook nog vast moet gemaakt worden. Maar goed, we gaan eerst. Zullen we daar beginnen?
bijten, hè, man? Ja, maar je mag bijten. Het is niet goed voor je tanden, hè? Alsjeblieft. Zelfs, schat. Was er nog een gaatje? Nee, dus dat is fantastisch. Ja, helemaal klaar? Fantastisch, fantastisch. Ja. Fantastisch. Succes ermee, hè? Dank u wel, hè. Dank u wel. Dus dit is gewoon niet echt. Nee, dat komt niks uit, zit niks. Het is gewoon hout. Maar wel, ik vind dat wel heel erg mooi gemaakt, knap gemaakt. Uiteindelijk, het is niet zo als je theater speelt dat dan alle requisieten echt moeten zijn. Of het gaat erover dat je een verhaal vertelt en dat je de dingen die je daarvoor nodig hebt om dat te vertellen, dat die er wel zijn, maar die hoeven daarvoor niet altijd echt te werken. Zeg, in het verhaal heeft Mozart... Ja, natuurlijk een beetje pech, hè. Het is te zeggen, hij heeft heel veel succes bij zijn leerlingen, want hij duikt om de haverklap met een leerling in bed. Laten we daarmee beginnen, hè? De Rokkenjager. Zit hij ook in Jelle Kleijmans? Nee, absoluut niet. Nee, maar hij was een rokkenjager. Ja, maar hij had eigenlijk niet zo heel veel leerlingen. Hè. Mozart, dat was juist een van de problemen. Ja, maar de 5 die hij had, heeft hij wel allemaal in zijn bed gehad. Die heeft hij allemaal binnengedaan. Dat is wel buiten kijf. Ja! Nee. Duizend kleine stukjes. Oh, is er iemand bang van de grote poezemoes? Nee. Jawel. Jij bent bang, hè? Je bent zo bang dat je in je broek gaat kakken. Het gaat hier allemaal op de grond komen te liggen. Of je allemaal hopen stinkende, dampende stroom op de vloer. Wat dan, alsjeblieft? Statie. Hoort je het? Daar is het. Daar is het. Het komt. Hij was 1,54 meter. Jij bent groter. Ja, ik ben groot. Maar toen, mensen waren sowieso veel kleiner toen. Hè. Ik ben 1,70 meter, dus zoveel scheelt het nu ook niet. Ja, dat is wel wat, maar toch. Ja, het is moeilijk voor een groot acteur om het te spelen, denk ik. Dat is het mooie aan Peter van Velden en mezelf, dat we tegen elkaar staan. Het is een heel mooi verschil. Alhoewel, dat Salieri ook niet zo groot was als Peter, hoor. Dat is een leuk dingetje. Dat u daar geschreven hebt, Herr Salieri. Met alle genoegen, Mozart. Eens kijken of ik het toch ken. Wacht eens. Hoe ging het ook alweer? En geld, hè? Ja, hij verdiende eigenlijk te weinig. Het ging niet echt goed met hem. Hoe belangrijk is geld in jouw leven? Ik vind dat heel belangrijk. Er zijn heel veel dingen die ik in teken van geld doe. Daarmee wil ik zeggen dat ik het type ben dat niet zo snel in avonturen zal springen. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat ik al 5 jaar in thuis zit. Zoveel jaar daarvoor zat ik dan 6 jaar in Spring. Dus ik heb altijd een heel fijn, zeker inkomen gehad. En ik ben wel iemand die daar... Ja, die dat prettig vindt, dat je niet in een soort onzekerheid moet leven. Dus in die zin is geld voor mij belangrijk. Langs de andere kant, ik ben ook blij dat ik niet schatrijk ben, want dan kan je niet meer dromen. Je moet kunnen dromen en kunnen sparen voor iets. Wat is die droom? Goh, als het dan puur over geld gaat, als bijvoorbeeld zo sparen om zo eens ver op vakantie te kunnen gaan, dat, zo van die dingen, dat vind ik heel fijn. Of sparen om ergens te wonen. Ik heb dat waar ik nu woon ook heel erg. Ik wou heel graag in het centrum van Antwerpen wonen. En dan was dat sparen. En ik denk dat het nu kan. Ja. Dus dat soort van leuke dingen. Langs de andere kant,
ik maak ook mijn eigen liedjes. En dat is hetgeen ja, waar ik heel veel tijd in investeer. En dat doe ik met heel veel liefde en passie. Jammer genoeg is dat ook hetgene wat de mensen het minst van mij kennen. Mm-hmm. En als ik dan zo een droom heb, dan is het om daar ooit wel ja, meer mee te kunnen gaan spelen. En ook dat je in een zaal speelt, dat die vol zit. Want tegenwoordig is dat nog altijd niet zo. Nederlandstalige muziek is best moeilijk om voor volle zalen te spelen. En dat is zo wel iets waar ik naartoe wil werken. Maar je moet zo'n dingen tijd geven. Ik kom van ver, hè. Ik kom van de trein naar Oostende. Hè. Daar zit al een tegenspeler die al heel boos kijkt. Nee, die moet... Van de kwaaien, hè. Nee, die moet zich concentreren en soundchecken en zo. Dat is... Oh, u mag niet vergeten, voor Peter is dit een hele zware voorstelling. Weet ik. Ja, hij heeft de grootste rol. Maar het is ook de grootste mens die hier vandaag op het podium staat. Dus ik vind het een match. Ik heb hem ook al gezegd dat hij het meeste geld moet vragen van alle acteurs. Ja, dat vind ik niet, maar goed. Alles speelt zich af in Wenen. Het begint in 1781, het tijdperk van de verlichting. Ik ben 31 en al een vruchtbaar componist aan het Habsburgse Hof. Ik bezat een fatsoenlijk huis en een fatsoenlijke vrouw Theresa. Ik miste maar één eigenschap in haar. Vuur. Maar daarvoor had ik gelukkige leerlingen uit de duizend. Catharina Cavalieri. Zij zou later de beste zangeres van haar tijd worden. Ik was heimelijk verliefd op haar. Maar mijn eed aan God verbood me haar aan te raken. En dat deed ik ook. Tenzij we maar de juiste middelen in ademhaling aan te leren. Zo nu en dan. Zeg, jullie zijn nu bezig met een voorstelling in Antwerpen, maar de bedoeling is dat jullie met Amadeus ook doorheen heel Vlaanderen gaan toeren. Ja, dat klopt. We hebben hier 17 voorstellingen. En dan in het najaar, ik geloof vanaf einde november, dan gaan we dus door heel Vlaanderen. En wij komen ook naar Limburg. En weet je al naar welke plekken in Limburg? Ja, natuurlijk naar mijn thuisstad, naar Bree, gaan we in de Bruggelzaal op 7 december. En we gaan ook naar Overpelt op 25 januari. Hoe eng is dat om voor eigen publiek te gaan staan straks? Oh, eng is dat helemaal niet. Ik ga zo graag en ik zing regelmatig in Bree. En nee, ik ga met heel veel plezier en ik vind het ook heel erg fijn dat ik het daar kan doen. Ja. Ik ben overtuigd van dit mooie stuk, maar mochten mensen nog twijfelen, waarom moeten ze komen zien naar Amadeus? Ja, natuurlijk, Amadeus was, Mozart was zo'n genie en het wordt hier gebracht in heel zijn verhaal, heel de geschiedenis van Mozart wordt gebracht op een vrij ludieke manier met toch wel historische zaken die toch wel juist zijn. En er is natuurlijk een noot muziek, dus men kan lachen, maar men kan ook heel ontroerd geraken door dit stuk. Zeg eens, smaakt dit nu voor jou naar meer samenwerken met de acteurs? Ja, dus eigenlijk mijn grote liefde is echt wel de opera, dus dat doe ik het liefste van alles. Maar ik vind het heel fijn om ook zulke ervaringen mee te maken. En in de toekomst hoop ik zeker dat er nog wel een project mogelijk is met hun. Ik ben blij dat ik jou heb leren kennen, de Limburgers onder elkaar. Dus veel succes met al de rest. Hè. Heel erg bedankt. Dank je wel. Dit was Ching Ching. Zometeen kan je kijken naar Ching Ching wonen.